Een hele fijne hallo allemaal. Jullie hebben echt fucking veel vragen ingestuurd voor de laatste vraag vakantie Vincent van dit seizoen. En dat is hartstikke leuk. Maar ook hardcore intensief als ik die allemaal in één keer ga beantwoorden. Wat ik eigenlijk normaliter altijd doe in één reeks. En ja, de kans dat jullie anderhalf uur of twee uur gaan zitten kijken. Ja, dat ga ik zelf ook niet doen. Naar een of andere kale idioot die allerlei vragen zit te beantwoorden. Dus we gaan dit keer even wat anders aanpakken. We gaan deze vraag vakantie Vincent doe ik in hapjes. Ik doe hem in hapjes en ik beantwoord één voor één de vragen. Dus per videootje beantwoord ik één vraag. En dat is een keer weer wat anders. En dat is dus weer een keer hartstikke leuk. Weet je, spring eens uit je comfortzone of zo. Ja, of niet, weet je. Blijf er lekker in, weet je. Blijf lekker in je bubbel en denk dat het NOS nieuws allemaal echt waar is. Het kan ook. Maar goed, nee. We springen uit onze comfortzone en we gaan dus één voor één de vraagjes beantwoorden. En dan heb ik ook meer tijd. Dan kan ik er lekker dieper induiken in de materie, weet je wel. Want dat willen we zo graag. We willen diep in de materie duiken. Zoals we ook heel diep graag in andere dingen willen duiken. In het water of zo. Of in de vagina. Weet ik veel. Lekker diep in die vagina. Lekker soppen in dat water. Maar goed. Het duurt allemaal weer veel te lang al. Wie zie je? Ik heb nu extra tijd voor alle vragen. En dan ga ik alsnog omheen zitten lullen. Maar goed. Dus welkom bij alweer een aflevering van Vraag Vakantie Vincent. En deze is van Pelle van Stee. Hier, kijk, daar heb je hem. Daar is de vraag. Van Pelle van Stee. En die zegt een hele fijne hallo. En een hele fijne hallo. Ja, ook een hele fijne hallo, Pelle. En jullie moeten niet denken dat ik die telefoon in mijn hand heb terwijl ik aan het rijden was. Nee, die telefoon die had iemand anders vast. En die telefoon die ligt nu netjes op mijn been. Dus niet denken dat ik het verkeer gevaar breng. Want dat zou ik natuurlijk nooit doen. Beste Vincent, ik vraag me af hoe je in het echt bent buiten de video's die je maakt. Ja, en buiten de video's die ik niet maak dan. Wil je ook weten hoe ik daar dan ben? Of vind je dat weer niet boeiend of zo? Maar goed. Een hele fijne hallo, een hele fijne hallo. Jij ook een hele fijne hallo, Pelle. Pelle. Nog een keer hoor. Ik vraag me af hoe je in het echt bent. Buiten de video's die ik maak. Dus in de video's ben ik dan nep of zo? Is dat wat je ermee impliceert? Dat ik in de video's niet echt ben? Of denk je dat ik daar typetjes wil of zo? Wat denk je nou, Pelle? Nee, ik zal aardig doen. Ik denk dat jij bedoelt dat ik in het dagelijks leven ook een zwaar mongool ben. Is dat wat je bedoelt? Ja, hoe ben ik in het echt? Ik ben gewoon Vincent. Ik ben eigenlijk Vincent, maar ik heet al Vincent. Ik werkte toen op de boulevard en de bedrijfsleidster die noemde mij Vincent. Die dacht dat ik zo heette en dat vond ik eigenlijk wel grappig. Want welke mongool heette nou Vincent? Weet je? Nou, ik dus. Maar waar was ik gebleven? Dus ja, of ik altijd zo'n mongool ben? Nou ja, in principe, ik ben gewoon Vincent en ik ben in principe, ja, ik kan ook normaal doen, wat dat ook mogen zijn, dat kan ik ook doen. Maar hoe ben ik? Ja, ik ben ook gewoon een of andere boerenlul, weet je wel. Ik heb gewoon mijn simpele leventje waar ik heel veel van hou, waar ik heel erg gek op ben. En ik hou niet zo van fratsen. En ja, hoe ben ik in het echt? Ja, ik ben af en toe een beetje mongool, maar goed. Dat is je wel opgevallen, denk ik. En ik omarm die mongool. Ik ga dat niet wegstoppen alsof dat er niet mag zijn of zo. En iedereen is wel eens een beetje mongool, toch? Iedereen is wel eens een keer te veel gezopen. En dan durf ze in één keer raar lopen doen. Maar ja, ik ben gewoon Vincent. En ik zit niet echt in een keurslijf of zo. Of een non-conform de norm. Laten we het zo maar zeggen. Ja, hoe ben ik in het echt? Ja, ik ben ook gewoon een gozer. En ja, hoe ben ik in het echt? Jezus, ik ben thuis ben ik een vader en een vriend voor mijn vriendin. En ik ben ook een broer voor mijn zus. En ik ben ook een kind voor mijn vader en moeder. En ik ben ook een vader voor mijn kinderen. En ik probeer ook goede vriend te zijn voor mijn vrienden. En voor mijn vrienden zei ik toch? Ja, en dus ik ben, ja. En op mijn werk moet ik ook met de mensen opgaan die bij ons werken. Dus dan ben je ook nog een soort van een horecaondernemer en een manager. En met de mensen, je bent ook gastheer. Weet je, in principe, Pelle,
ben ik alles. Ik ben ook de zon, de maan, de sterren, de aarde, de lucht, het vuur, het universum. Dat ben ik ook. Maar dat ben jij ook, weet je wel. Alles zit al in ons. Kijk naar de wereld die wij hebben gecreëerd met z'n allen. Weet je, ik ben ook een jaar of 20 geleden was ik een halve satanist of zo. En ook rond die tijd dacht ik, zat ik in een Pim Fortuyn en Geert Wilders trip, weet je wel. Terwijl ik eigenlijk diep van binnen helemaal niet zo was. Ja, in principe kun je alles zijn. En ben je alles, zit alles in jou. Ook de meest diepste, donkerste shit die jij maar kan voorstellen op deze planeet, in dit universum, dat kan jij zijn, dat kan jij worden. En ja, dus dat ben ik ergens ook. Maar niet dat ik dat laat prevaleren of zo. Nee, die tijd heb ik gehad. En ja. Dus ik ben alles pellen. En ergens ben ik ook niks. Weet je, kijk, we hebben het nu toch over het universum. Vaak je daar wel, denk je daar wel eens over na, weet je. Dan zit je op zo'n klein aardbol, of trouwens klein aard. Je zit op een soort rond balletje met 8 miljard van die idioten. En die zweeft door een oneindig universum. We zitten met z'n allen op een soort ruimteschip. En in dit leven mogen wij doen, hier mogen we ervaren en doen waar wij zin in hebben. En de consequenties daarvoor dragen. En zo niet in dit leven, dan wel in het volgende leven. Dus ja, hoe geniaal is dat? En waarom kom ik daar nou op? Waarom lul ik daarover? Ja, weet ik veel. Maar goed, ik ben ook niks. Weet je, als je daarover nadenkt. Je bent alles en je bent ook niks. Je bent het universum, maar je bent ook niks. Weet je, want op een dag ga je deze aarde verlaten en dan zal je weer tot stof gaan wederkeren. Weet je wel? Dan word je weer van de aarde. Want de aarde, ja, wij doen net tegenwoordig alsof de aarde van ons is. Maar de aarde is helemaal niet van ons. We hebben haar te leen, dat sowieso. En alles wat wij hebben in dit leven is niet van ons. We hebben alles wat wij hebben gekregen, hebben wij van de aarde. Dus weet je, een beetje dankbaarheid en nederigheid ten opzichte van moeder aarde, dat zou heel veel mensen niet misstaan. Maar ja, nogmaals, wij denken dat de aarde van ons is. Maar de aarde, she owns you, motherfucker. Want als jij deze aarde verlaat, gaat jouw lichaampje terug naar de aarde. En dan wordt jouw lichaampje weer nieuw leven. Dus, ja. Maar goed, daar hadden we het niet over. Jij vroeg, wie ben je of wat ben ik? Nou goed, dus ik hoop dat je vragen een beetje... Ik ben een beetje afgedwaald, maar goed, het moet ook wel eens kunnen. Ik bedoel, we hebben nu toch alle tijd. Dus bellen, ik hoop dat je vragen op deze manier beantwoord. Maar ik ben niet, 24/7 mogol of zo. Ja, ben ik eigenlijk ook wel. Ik ben ook wel... een zwaar mogol eigenlijk altijd. Want dat zit ook in me, maar dat komt niet altijd tot uiting. Nou, ik ben nu nog wel lang genoeg bezig met deze vraag. Jezus, 8 minuten fucking 13. Wie de fuck? Maar goed. Nou, hele fijne hallo allemaal. En, niet te vergeten. Elke vrijdag om 5:55 drop ik de vraagvakantie Vincent. Dus ja, dat is hartstikke handig als je denkt van ja, wanneer komt er nou weer een nieuwe vraagvakantie Vincent? Nou, vrijdag om 5:55. Nou, hele fijne hallo allemaal. Een hele fijne hallo allemaal.